Coca-Cola. 122 jobs geschrapt op 400. 25% van de jobs weg. Coca-Cola heeft min of meer 29 miljoen cadeaus gekregen. Wat doet het feit dat de belastingvoet dat Coca-Cola betaalt op zijn winsten hier in België min of meer 8%? U weet dat het nog officieel 34% is in België. Dus een cadeau van een paar tientallen miljoenen. En wat gebeurt er bij een bedrijf zoals Coca-Cola? 122 jobs geschrapt. Dus als je gewoon de voorbeelden gaat kijken die voor ons ogen zijn vandaag in Vlaanderen, dan ziet men dat die automatische band helemaal niet bestaat. En daar gaat het met het bedrog natuurlijk. Is dat wij hier in dit parlement geen één garantie hebben dat die miljarden, het gaat bijna 5 miljard, niet gewoon direct in de dividenden gaan van bedrijven. En daar ligt echt de basisfout van uw redenering. Wat doet dat volgens ons als PvdA? We zeker in de maanden en een jaar niet gaan komen, niet uit dit economisch reces gaan komen hier in België, meneer Vuijen. Wat denkt u daarvan? Meneer Vuijen. Ik dank u voor uw vraag, meneer Hedebo, die inderdaad bijzonder interessant is. En u verwijst naar de jaren 80 in uw vraag. Ik zal een beetje vroeger teruggaan. Ik zal verwijzen naar de jaren 70. Er is nooit een periode geweest waar hier in dat parlement, waar uw opvattingen van het planiferen van een economie, waar die ook gevolgd geweest is. Namelijk de wet Terwanje op de planeconomie. Het enige wat men dan heeft vastgesteld, is dat er hier in dat parlement één plan gestemd geweest is en dat voor de rest die wetgeving volledig caduc was. Dus sorry, maar uw systeem werkt niet en dat is hier bewezen geweest. Tweede punt, wij geloven niet effectief in die soort maakbaarheid van de economie. Waar wij wel in geloven, en dat is iets helemaal anders, u gelooft daar niet in, dat is uw goed recht, maar het is wel mijn recht ook en mijn plicht om een ander model te verdedigen. Wij geloven erin dat men moet... Ja, mevrouw Temmerman kan misschien ook luisteren. Wij geloven erin dat we omstandigheden moeten creëren die het ondernemen stimuleren. En wanneer we daarin slagen, dan zullen we ook jobs creëren en dan zullen mensen aan het werk zijn. En dat zal effectief, ik zal even uw terminologie gebruiken, dat zal dan effectief een emancipatorische kracht zijn voor de mensen die werk krijgen. Ja, meneer Vuijen, ik zou het mogelijk is gewoon op de vraag te antwoorden. Dat zou een beetje gemakkelijker maken. U komt terug met de jaren 70. Ik heb gewoon een vraag gesteld gisteren in Vlaanderen. Is er een bedrijf, 122 jobs geschrapt, is toch een probleem voor een regering die zegt jobs, 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 dus voor onze neus verdwijnen 122 voor een bedrijf die min of meer 30 miljoen cadeau heeft gekregen. Kunt u gewoon antwoorden op de vraag, hoe kunt u nog vasthouden aan een link tussen cadeaus geven en jobs creëren? Is toch de hoofditem geweest van de speech van de eerste minister gisteren? Wij geven cadeaus 5 miljard en daardoor creëren wij een omgeving die jobs gaat creëren. Voor onze neus gebeurt juist het tegenovergestelde. Kunt u daarop reageren? Ja, met veel plezier op reageren. Wat u noemt cadeaus geven, hè? Dat zijn geen cadeaus die we geven. Dat zijn omstandigheden creëren die het mogelijk maken om effectief te ondernemen. En dat is veel te weinig gebeurd de laatste jaren in dit land. En wij creëren omstandigheden zodanig dat ondernemen opnieuw interessant wordt. Tot spijt van wie het benijdt, meneer Hedebo. Maar die omstandigheden waren toch heel goed voor Coca-Cola? Ik heb gelezen dat u blijkbaar een verplichting wil opleggen aan ondernemingen om mensen niet te ontslaan. Dat heb ik gelezen. Goed voor Coca-Cola?